geworden. Ja. Misschien moet ik... Ja. Dat stel ik het nog allemaal in. Oké, mannen. KCTV. Wij willen natuurlijk de beste televisie maken voor de beste mensen. Dat gaat niet gebeuren, tenzij de Gelle ons brieven stuurt. Gele postkaarten, gelijk dat ze vroeger zei. Of roze postkaarten, of andere postkaarten. De bedoeling is, Gelle stuurt wat Gelle wilt zien. Gelle zegt wat Gelle niet goed vindt, wat Gelle goed vindt. En wie van ons twee dat je het knapst vindt? Ja, dat ook al. En wij passen ons gedrag volledig aan naar uw wensen. Verstaan. Nog iets aan toe te voegen? Of nee? Vind je het goed zo? Ja. Nee, misschien moet je het even zeggen. Ik hoop dat je... Allee. Doen hè. Doen hè. Doen hè. Dat is weer agressief gedragsopwekken. Mensen hebben dat niet graag nooit. Kus, kus. Ik hoop dat je het goed vindt. Voor een dier. Kan je sympathie in het hangen of wat? Ja, je moet... Oh. Het is een vorm van beleving. Uit. Haver. De laatste in België. Deze kan op. Ik heb te veel reclame gemaakt. Misschien is dat een sport, zeg. Goeie koffie drinken. En dan gaan we zien. Wat moeten we doen? Blijven gaan! Ja, Jacken, ik vind wel dat jij nu moet zingen. Het leven gaat zo snel voor. Allee, kom aan. Je bent een grote bek en haat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Geniet van het leven. When have you gone running? Hier toch maar even. 10 o'clock, maybe. Laat de zon in je hart. Toch voor iedereen. Ja, dit is de best. Even. Spice Girls. Because
Allee, wie gaat er de korte cross winnen? PG, ja, sowieso. Waarom? Omdat dat PG is. En wie wordt de tweede? Isaac. Ah, ja. En waarom ga ik Isaac niet winnen? Het zal net worden. En natuurlijk de laatste wedstrijd ook. Daar zullen we spanningen steken, dames en heren. Zullen ze hier. Met Isaac Emeli. Kom aan, PG, binnenkant! Binnenkant! Kom aan, jongen! Gaan, hè! Kom aan, jongen! Goede, Ali! Goede! Kom aan, gast! Met de favorieten. I think he has no clue what to do. Hey, according to tactics, he's just like running around a little. Zakimili. Inderdaad, Hannes aan de leiding. Hannes kijkt achter zich, heeft inderdaad. Yay! Kom aan, Pietri! De korte veldloop met wat een overweg. Fantastisch. Ik heb weer bloemen. Ja. Nice. Nice, yes. Aantal deelnemers. Wij komen ongeveer boven de. Maar dat is waar, in oktober gaan we weer starten met de release. Dat is het al, natuurlijk. Je ziet aan wat te doen. La finale de la Lotto Costa, le championnat de Belgique. Merci à tous les athlètes, merci à tous les accompagnants. Nous espérons vous retrouver bien sûr tout aussi loin. Aujourd'hui, on a battu beaucoup de records ici. Et wat vonden van uw eigen prestatie? Je hebt de korte cross gelopen, hè? Dat is de korte cross, hè? Dat is gelijk. Ja, maar nee. Dat je hebt de Benjamins, de pupillen, de scholieren, de korte cross, de junioren. Ja, dat is de korte cross. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet mee had kunnen doen in de lange, hè? Allee. Ga je nu zeggen dat je gewoon had in de lange? Dat zeg ik niet. Maar ik had wel een doel geklopt. Ja, we zullen het hem eens vragen, hè? Of hem er hetzelfde van denkt. Dat is goed dat hem denkt. Maar we weten alle twee wel beter. I came in like a wrecking ball. Ah ja. Ja. Wat vonden van de Pieter Jan zijn prestatie? Ja, voor een 10 op 10 had hij misschien in de laatste rechte lijn in plaats van zijn zigzag dat hij op het EK voor beloften heeft gedaan. Hij had hem eens iets anders kunnen doen misschien. Heb je eigenlijk suggesties? Oh. Ik weet niet dat jij jonge loopoverslag kan, dus een simpele koprol of zo, maar ja, is ook maar een beetje achter. Ja, we zitten natuurlijk bij de Pieter Jan met beperkte mogelijkheden qua motorische capaciteit. Oei, ja, dan zal bij die zigzag blijven, vrees ik. Alleen niks mis mee. Hè. En de korte cross in het algemeen, wat vind je eigenlijk van de korte cross? Hoe belangrijk is dat? Hoe kun je dat zeggen? Dat is zo wat. Je hebt Eurosong, dat op tv is geweest, maar je hebt ook Eurosong voor kids. Ken je dat? Dat zijn zo. Met Eurosong lachen ze, maar met Eurosong voor kids lachen ze nog harder. Dus. Zo is dat eigenlijk. Ja, Baden in Leuven zit je ook een beetje gekend. Onder de atleten, als pleerke, Swassonne. Maar jongen, kijk. Hoe ben jij aan die naam gekomen? Waarom denken mensen van u in termen van pleerke, Swassonne? Goeie vraag eigenlijk, dat vraag ik mij ook al altijd af. Mensen zeggen dat tegen mij, dat ik eigenlijk een pleer ben, maar ik ben eigenlijk een relatie, man.
een maand ruwe haver, zeg, dat is aan de beesten geven. Ik heb terug de goeie gevonden. Ah, dan gaat hem zien lopen. Hè. Godverdomme. Ik heb 18 dozen. Ja, ze konden er niet meer lachen in de winkel, maar ja, hey. Het land is koning in de tijden van de oorlog. Ja, ja. Ja, en iedereen die nu terug zonder haver zit, sorry. Ik zal het niet meer doen. Allee. Dat gaat ook niet meer nodig zijn, hè. Als ik binnenkort mijn voorraadkast heb. En wat vonden van uw eigen prestatie op het BK? De start was goed. Het was precies een 800 meter dat we aan het lopen waren. Dus ja, dat kon ik nog wel. Enkel waren de resterende kilometers wel wat minder. Oh, uw start was goed, zeiden. Nochtans, je zou verwachten, zo'n kleine jong. Die lopen er volledig overhoop. Nee, eigenlijk. Ik stond slecht. Ik stond er al veel te laat. Dus ik vind nog een plaatsje helemaal links tegen een bareel. Dus dat was wel dramatisch. Ja. Ja, het was helemaal links gaan staan of op de derde rij achter de Pieter Jan. Dus, achter de Pieter Jan wil je niet gaan staan natuurlijk. Ja. Hè. Wat vinden van die manen? Ja. ja, ik vind dat wel een ferme madame. Zoals de meeste lopers, denk ik. Iets, ja. Jongen, wat voor vraag stellen we, kerel. Wat moet ik erop zeggen? De zwarte paren van Limburg, zou je daar wat moeite voor willen doen, baden? Ik ben moeite aan het doen, maar het lukt precies niet. Nee. Hoeveel zou je erin steken? Voor de cola doe ik het zo. Het was 6 millimeter werken. Nee, we hebben van Imana in uw plaats een oneerbaar voorstel gekregen. Wat denkt u? Jonge kerel. Een wat? Een oneerbaar voorstel van Imana voor u. Wat wil dat zeggen dat ik die... Dat je een keer... Dat zij dat... Dat zij dat zien zitten? Ja, ja. Wat dat ik daarmee zou doen? Wat dat jij ervan vindt? Ah ja, dat mag ze. Dat vinden schitterend? Ik zou dat schitterend vinden. Ik denk velen. Allee jong. Voor de cola doe ik het zo. Het was 6 millimeter werken. En dan heb ik ze onopgewarmd. Wat is baden? Wat is er aan tijden? Ja, havermout op Steven Pauls en Pieter Jan Hannes wijzen. Zeg ja, hey. Dat is echt de grootste boek dat ik al heb gegeten. Man, wat heb je niet doen, joh. Dat je niks smaakt, dat... Zwette peper daarin, man, hoe kom erop? Dat snap ik echt niet. Moet je dat echt helemaal opeten? Jij gaat dat opeten, gast. Zet als een beetje in je frigo van bergen, hè, jongen. Maar dat je deze kunt eten in de morgen, dat snap ik echt niet. Jij is hem echt niet aan het wijsmaken, daar ben ik mij zo zeker van. Dat is echt het slechtste dat ik al heb gegeten. Dat is precies 1000 keer naar voren gekauwen. Nee, dat smaakt echt... Nee, man, die kruiden erin, dat is niet te doen. Dat is echt een boek. Wat eet je anders morgen? Ah, man, kom. Dat is niet te doen, ja. Hoe kon je dat ook, man, hè? Dat snap ik echt niet. Terwijl ze er helemaal gewoon die kan belachelijk maken. Maar deze trekt echt op niks. Dat is. Dat deed niemand deze. Dat deed echt niemand. En je vindt dat lekker. Je eet dat graag. Ik wist dat. Je vindt dat goed smaken. Dan kap ik gewoon die doos nog liever rechtstreeks in mijn mond, ja. Dan met die. Nee, jongen, kijk op niks. Heel pijn. Dat is slecht, jongen. Ja, dude. Zeg nog eens even snel aan de mensen. Hoe vinden ze ons voor hun gele postkaarten? Ik zal even mijn mond naar je uit. Het gemakkelijkste is
als je dat elektronisch doet, wij zijn moderne mensen, wij doen alles mee. Twitter, Instagram, e-mail, de fax, de website, het YouTube-account, Snapchat. Facebook al gehad? Facebook. Maar alleen binnen de kantooruren en Facebook. Ja, wij doen met alles mee, behalve met Tinder. En maar hoe dan ook, het gemakkelijkste is dat je een mail stuurt naar onderstaand adres. Nee, het is zo van gast. Je kunt het lezen. kztv@outlook.com. Right. Je schrijft je kaartje, in welke kleur dan ook, naar kztv. Tervuurse Vest 107, bus 0455 in 3001 Heverlee. Oké? Of mail mij. Allee, doen hè! KZ TV? KZ TV baden. KZ TV? Ken uw klassiekers.